Yo, kijk van hier op TV. We hebben een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon World Deluxe. En we gaan eens even kijken wat dit allemaal gaat opleveren. Want deze game is in principe zo kapot. Oké, laten we zien. We gaan gewoon verder. Selecteer een mens. Sorry voor de lage frame rate, maar deze game is gewoon zo broken. Tickets voor bootcamp, bossen, die zijn verrassend veel waard voor je geld. Hey, ze hebben autosave een keer toegevoegd. Dat vroeger allemaal nog niet. Oké, winkels en kraampjes. Dat moest ik iets bouwen dan. Een taco taco! Taco taco! Burrito! Boom! Openen! Er was nog meer. Wat moet ik doen? En ballon-dubbies. Die ga ik natuurlijk op de plaatsen. Uiteraard. Die gaat er nog niet zoveel geld betalen voor een zakje lucht. Boom. In ieder geval een x aantal punten zijn er weer binnen. Schoonheid gaat ook lekker. Iets kan bouwen. Mensen raken vermoeid, plaats bankjes. Nou, Oké. Maar ik vind dat mijn schoonmaak niet echt goed zijn werk gaan doen eigenlijk. Ja, of maak ik toch alles goed schoon? Wat. Wordt er nog niet echt schoon erop, hè? Ik moet gewoon de tijd wat versnellen. Kijk, wordt inderdaad niet echt schoon erop. Attracties doen het ook weer zo goed als. Waar is die wielmonteur dan? Daar is wel in. Nee, ik maak winst deze maand. Nu al. Even een extra monteurtje bijnemen. Dat gaat anders zo niet werken. Twee. Oppakken. Ik ga deze attracties eventjes doen. Ga dat nu serieus niet doen. Oké, zo interessant. Nog een paar weken ga ik naar het bootcamp bossen. En ik kan niet wachten om een paar kindersouvenirs te kopen als ik er ben. Oké. Jammer weer dit. Heel erg jammer weer dit. Super t-shirts. Hippe hoodies. We wilden nog geen coole pet. Echt pet gaaf, jongen. Ja, natuurlijk een berenknuffel. Echt een heel goede berenvriend. Kijk. Allemaal voor kind. Ja, ik zit inderdaad bovenop. Maar die paarschoonheid zit ook niet echt lekker op. Even openen, dan nieuwe positie indelen. Misschien via die manier dat ik het misschien kan doen. Ik weet niet, maar ik roep nu maar iets. Een paar schoonheid via zo misschien iets omhoog kan. Ik weet niet hoe dat hele systeem werkt. Ja, en dan nu is hij hoger. Nee, ook nog niet. Hoe dan? Minimale monteurs hier, park 3.
patrouille. Die daar ook niet. Zo. Reus had je patroon meteen een keer mee. Nu hebben we 3. Mooi zo. Weer is compleet. Wat? Waar had ik zo geld naartoe dan? Financiën. Kosten. Ja, oké. Okay. Omzet. Investeringen. Oké, okay, investeringen gaat gewoon zo hard. Logisch. Monteurs kan altijd terug naar 2. En het werd nog wel iets harder. Dat paraschone gaat ook niet hard. Of doen jullie gewoon echt helemaal niks? Daar lijkt het wel op. Dat jullie echt vrij weinig aan het doen zijn. Ik heb wel echt heel erg weinig geld op dit moment. Het is ook niet echt super chill. Gewoon wachten tot die gewoon klaar is. Die kast is gewoon zo breed dat die helft gewoon overslaat. Echt ernstig dit. Maar waarom gaat de park schoonheid ook gewoon omhoog? Dat snap ik namelijk niet. Ik vind het park intreden omhoog gooien. Maak influenza af. Enter your park. Is hij weer gerepareerd? Ja, we kunnen hierin gaan zitten. Het was het waard. Ik heb geweldig nieuwe hashtag souvenir voor mijn verzameling. Bedankt het bootcamp bossen. Succes. Keep playing. Ik wil die paar kleine puntjes snel pakken. Voor parkdiensten. Toch? Type toiletten. Dat zijn iets te duur eigenlijk. Kan ik niet iets gaan lenen misschien? Nee, dit heeft helemaal geen nut. Stoppen. Hoofdmenu. Dat hebben we toch gehaald. Ik kan vast beginnen aan de volgende. Verhaalmodus. Glitterende greppel. Starten. Wow. Poef. Tom wat laden. De eerste missie duurde echt gewoon een eeuwigheid. En die is gewoon instant geladen. Hoe dan? What's happening? Oké, okay, daar gaan we weer. Wat denk je ervan? Het is een prachtig park, toch? Glooiende heuvels, groen gras, bomen, dat diepe ravijn. Zoveel plekken vol geweldige attracties zijn er niet. Toch. Ofwel. Dit is lastig. Maar ik zou eerlijk zijn. Ik kijk ernaar uit te zien wat je bedenkt na een paar kleine aanpassingen. Of ik lees zo slecht of die tekst is gewoon zo slecht. eens even kijken. Waar is de ingang van het park? Hier. Oké, okay, complete tutorial. Laat me zien. Klik op de bulldozer. Wij hebben tenminste 10 rotsblokken. Dat is uno. Dos. Tres. Cuatro. Bulk. Hoe dat precies werkt, ik heb een flauw idee. Dus
Bijna. Wacht even, 89? Dat klopt niet. Oké, wat stond er nog meer? Oké, complete. Er moet nog meer gedaan worden. Omgeving plaatsen. Oké, minimale park. Mensen in je park. Vlakke attracties. Oké, terrein verhogen. Hop. Klik op afvlakken. Hoppa. Dan. Plaats een paar attracties in je park. En welke waren dat? Bouw 2, het thema vlakke attracties. Western. Je moet eerst unlocken weer. Het kost points. En een beetje western uitzien. Ja, ik denk dat ik dit spel nog echt moet denken, want het is echt meer een budget game eigenlijk. Nou, laten we zitten. Zet ik hier water toevoegen. Water toe. Oké, het zag er echt heel weird uit. Doe bedden plaatsen. Wat kunnen we hier doen? Complete it. Bouw een vlakke attractie, maar dat heb ik al gedaan. Nou, ga er nog in plaatsen. Dan maar een draaimolen. Bij 3 omgevings verwerken bij een attractie met bestand. Ja, oké. Ik zie de moeite om niet alles goed voor te lezen. Papa, dank. Oké. Oh, ik kan de terrassen aan en uitzetten. Plaats 4 omgeving met een westerse thema in je park. Western theme. Nou, dit is hoezo western. Oké, blikvangers. Een kiekjesplek. Nee, dit zien hun dus niet als western. Is ook iets van dit misschien. Dan. Hoe zeg ik dat nou? Dan? Een avontuur. Nu dit misschien? Nee, ook niet. Science fiction. Misschien dit? Of science fiction? Nee, ook niet. Decor. Ook niet voor dat. Is er ook niet iets voor? Ook niet voor science fiction. Die wel? Ook niet. Wat was het andere themagebied? Avontuur. Ook niet. Huh? Weird. Oh, er staat ook een plaatje van bij waar het is. Dit is echt science fiction, hè? Ah, kijk. Het is dus wat western of zoiets? Ja. En wat is een avontuur? Dit? Nee, dus. Dit icoontje? Nee. Dat is kinderlijk, denk ik.
Ja. Dat is ook kinderlijk. Maar kan ik dan zien als avontuurlijk? Dit is niet. Lastig spelletje dit op zich. Op zo'n manier. Is dit avontuurlijk? Ja. Helemaal het verkeerde hier neer. Ja. Yay! Oké, laat maar zien. Oké, gebruik je managementkrediet om een vergrendeld voorwerp. Jongen, dat heb ik net serieus gedaan. Boom. Mind blown. In ieder geval, missie gehaald. Ik ben helemaal klaar hiermee. Ik ga denk ik volgende keer weer verder met het spel. En de volgende missies doen. Want ik zie nog geen uitdaging hierin. Het is echt gewoon te simpel. Hey, hier ook een bot of zo. Iets kun je dan zien. Er moet wel iets staan wat nog unlocked is. Nee, dus. Maar in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.